Vandaag ben ik in Amsterdam en met een hele goede reden. Ik heb namelijk zometeen een ontmoeting met een vrouw die door de modeontwerpers Victor en Rolf worden omschreven als een waar stijlicoon. Cécile Narings, hoofdredacteur van Elle. Hi Cécile, wat leuk om je hier te ontmoeten. Het is natuurlijk al heel druk als je om je heen kijkt. Alle mensen stromen al binnen, je grote dag. Ja, je nieuwe boek wat zometeen aan je overhandigd gaat worden. Geluk is een jurk. Ik kon niet geloven dat je ook nog gewoon de tijd kon vinden om een boek te schrijven. Kun je me vertellen waar je die tijd vandaan gehaald hebt? Een beetje ertussendoor. Ik heb af en toe een week vrijgenomen en ben ik in een appartement gaan zitten om te schrijven. En 's avonds en in het weekend. Ja, je ziet er super uit slank. Dat moet ook wel, hè, want wil je in de jurken passen. Maar kun je me vertellen hoe je dat doet? Want je moet natuurlijk toch zorgen dat je fit en energiek blijft. Ik eet heel regelmatig en ik eet zo gezond mogelijk. Ik begin altijd met het ontbijt. Dat vind ik heel belangrijk met het hele gezin. Ik smeer thuis altijd boterhammen om mee te nemen naar de redactie als mensen niet buiten de deur lunchen. Dus ik zit heel braaf bruine boterhammen met kaas en pindakaas te eten. En ik probeer de verleidingen tussendoor te weerstaan. Dat lukt niet altijd. En ik sport 3 keer in de week. Ik hou je niet langer op. We gaan naar beneden. Ja? Aardig vol te lopen hier, zoals je ziet. Je voelt de spanning stijgen, dus echt, het kan niet lang meer duren. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie zijn gekomen hier naartoe. Nu aan mij de eer om het eerste officiële exemplaar uit te reiken aan iemand die voor mij symboliseert wat mode is. Hij wordt inmiddels gedragen door Maxima, Lady Gaga, Beyoncé, toch niet de minste. Dat is Jan Tamminiou. Nou, ik ga ook even iets heel kort snel zeggen. Cécile, ik wist niet dat ik ergens naar uit kon kijken en in één keer was er dus een boek van jou. Jou een beetje kennende denk ik dat het een groot genot is. Gefeliciteerd. En dankjewel. Kun je een beetje vertellen wat je band is met Cécile? Ik wil een keer laten merken aan iemand hoe het is om een jurk op maat te laten maken. Dus toen heb ik dat traject samen met Cécile gedaan. En dat was zo'n leuk traject. Zeg maar de nuchtere Hollandse vrouw die ze is, maar ook de totale genieter van de mode. Ja, door de jaren heen leer je elkaar steeds beter kennen. En dan blijf ze je elke keer verbazen. En verbaast het nu weer dat ze in één keer met een boek er is. Jij bent de dochter van Cécile, toch? Ja, je bent zeker hartstikke trots op mama. Ja, ja, wat is lekker? Nou, deze is heel lekker, want die is met kaas en komkommer en die vind ik heel lekker, dus ik zou hem ook... Ja, vind jij die het lekkerste? Ja. Ga ik die nemen. Hey, hartstikke bedankt en nog veel plezier. Ja. Zij vindt altijd het lekkerste kaas en komkommer. En het is natuurlijk gezond en het is ook echt lekker, daar ben ik het mee eens. Het enige wat ik een beetje jammer vind is dat het simpel witbrood is. Ik ga er wel lekker een hap van nemen. Hoe voel je je nu? Nou, het was heel bijzonder. Ik ben heel blij dat iedereen er was. Ik ben ook een beetje opgelucht dat het erop zit. Geluk is vooral gezondheid. En je kan nog zo succesvol zijn. Als je niet gezond bent, dan houdt het helemaal op. En mooi dan dit kun je bijna gewoon niet zeggen. Dus ik ben er heel erg blij mee. Hartstikke bedankt en ik wens je heel veel succes. En wie weet komen we elkaar ooit nog eens tegen. Wie weet. Oké, dankjewel. Veel plezier nog. Dankjewel.